heet de molen. Molens. Overal in Nederland zien we ze staan. Sommige molens werden gebruikt om water weg te pompen. Andere molens gebruikte men, of gebruikt men nu nog, om producten als koren te malen. Die laatste functie draagt ook de molen die we vandaag bezoeken. Dit is de Witte Molen. De Witte Molen is gebouwd in 1760 en is daarmee de oudste van de twee molens die Nijmegen rijk is. Deze werd gebouwd als vervanger voor een andere molen op de stadswal die was afgebrand. Aanvankelijk was de Witte Molen, net als deze voorganger, in gebruik als looimolen. Er werd eikenschors in vermalen tot run. Deze vloeistof werd gebruikt om leer te looien. De benodigde eikenschors voor dat proces werd in de directe omgeving van de molen verkregen. In 1907, toen run niet meer rendabel was, werd de molen omgebouwd tot korenmolen. Tevens werd de molen in 1916 4 meter verhoogd om boven de huizen uit te komen en zo meer wind te kunnen vangen. Toen in 1955 de molenaar overleed, kwam de molen stil te staan en raakte hij in verval. Eind jaren 70 werd de molen gerestaureerd door de gemeente Nijmegen. Helaas kon men er niet lang van genieten, want in 1981 brak er brand uit en liep de molen flinke schade op. Gelukkig kon hij in de jaren erna hersteld worden en in 1987 kon de molen feestelijk heropend worden. De molen is nog steeds in gebruik en wordt bediend door een professionele molenaar. Op ambachtelijke wijze worden biologisch getilde granen gemalen en is er een winkel waar men heel veel biologische producten kan kopen. Zo is de Witte Molen misschien wel het meest milieuvriendelijke bedrijf van heel Nijmegen. En dan moet je natuurlijk niet onhandig zijn.